Ja, en dan iets helemaal anders. Als je over iets wil klagen, doe het nog snel. Want vanaf maandag starten de 30 dagen zonder klagen. Isabel, ja, die campagne die komt van jou. Hè. Het is de 5e editie al. Ik moet eerlijk zeggen, ik had er nog nooit over gehoord. Waarom ben je daarmee begonnen? Waarom ben ik daarmee begonnen? Ja. Ik reisde destijds heel veel voor het werk. Ja. En ik kwam op plaatsen, in Azië, er is geen pensioen. Wat deed je voor werk? Ik ben sales director bij Solvay. Voor die batterijen maken trouwens, voor elektrische wagens, by the way. Maar en dan kom je op plaatsen waar het eigenlijk best minder goed is als hier. Ook geen werkloosuitkering in het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Dus er is geen werk. Dan gaan de mensen terug in familieverband. Of het aantal verlof is hier veel meer dan mijn collega's in Amerika. Dus dan had ik zoiets van, maar mensen, kijk eens om u heen. Hoe goed dat dit hier eigenlijk is. En er kan natuurlijk van alles beter. En die mensen daar, die kloegen niet? Of minder als wij? Ja, ik denk dat er heel veel mensen die het minder hebben als wij, minder klagen. Hè. Dus ik vind dat we toch wel echt wel leven in een klaagcultuur. Ja. En dus ik dacht, ik ga er iets ludiek mee doen. En zo zijn eigenlijk de 30 dagen zonder klagen gestart. Maar het hart van de campagne is eigenlijk niet dat minder klagen. Of dat is niet het hart van de campagne. Het hart is echt van, we leven allemaal in een situatie die niet ideaal is, die niet perfect is. Dat is nu eenmaal het leven. Hè. Ja. Maar de kunst is om daar toch echt wel het beste van te maken. Er is ook een belangrijke reden waarom het nu maandag begint. Hè? Ja, dat is Blue Monday. En dus omdat het de 5e editie is, hebben we er een speciale editie van gemaakt. En nu, we kennen allemaal het hartje, ja, hè, dat we naar elkaar doen. Wij willen nu graag een nieuw gebaar in het leven roepen. En dat is de P. Dus als er iemand in onze omgeving aan klagen is, dan doe je zo. Tada. Nee, het omgekeerde. We gaan het goede aansterken. Dus de P, als iemand iets positief doet, of als iemand echt in zijn kracht staat, is dus de P van Positive Power. We hebben hier de poster van de actie, kijk. Ja, voilà. Ja. En dat samen met al onze ambassadeurs die allemaal een P maken. Dus doe mee en maak de P. De poster het rijdt ook allemaal, hè. Ja, zonder klagen. Ja, natuurlijk, Geert, dat moet zo. Ja. Hè? Maar dus de poster die staat nu zondag in de zondag. Dus ik zou zeggen, allemaal naar de warme bakker om de zondag te gaan halen. Maar je kan ook de poster terugvinden op de Instagram of Facebookpagina van de 30 dagen zonder klagen. Ja, maar het wordt best een grote, brede actie eigenlijk. Hè? Absoluut, ja, ja, absoluut. Dus het is de bedoeling dat we allemaal vanaf nu de P maken. En het is echt wetenschappelijk aangetoond dat het net die kleine dingen zijn die verbinding creëren, die verbinding die we nodig hebben om zo echt positiever te zijn. En stel, je komt iemand tegen die toch klaagt. Wat kun je dan doen? Luisteren. Gewoon luisteren. Maar vind jij dat wij Vlamingen klagers zijn, meer dan Nederlanders? Nee, maar serieus. Ik denk dat Nederlanders veel grotere klagers nog zijn. Dat het veel meer ingebakken zit, maar Vlamingen zagen wel graag. Maar meer gewoon... Maar wat is het verschil tussen zagen en klagen? Nou, dat is een moeilijke. Ja, het is een nuance, denk ik. Alleen Vlamingen hebben ook heel erg vaak zoiets van, ach, het is wel zo en het is ook eigenlijk wel goed. Of zo, maar niet uit een soort vermoeidheid, maar meer van, ja, ach ja, we zitten hier nou eenmaal zo in. En, ja, en Nederlanders, dat is echt, die willen ook geld terug en zo. Dat vinden Nederlanders. Ja, dat is het. Ja, maar ik wil mijn geld terug. Klagen is dikwijls ook heel jammer. En ik zou gewoon graag de bewustheid creëren dat als je buikspieren wilt, een sixpack, dan geloven we allemaal dat moeten we dagelijks trainen. Wel, als je iets positiever wil zijn in het leven, dan moet je dat ook trainen. Ik hoor vaak mensen zeggen van, ja, maar ik ben niet positief. Maar het gaat er gewoon om van, tja, mijn glas is dus half vol. Ja. En als je dat dus oefent, dan op den duur ga je je echt ook beter voelen. Ik moet eerlijk zeggen, ikzelf, ik klaag bijna nooit. Hoe komt dat? Voor een plezier moeten deze dat ook niet doen. Het broekje is niet goed. Zie, dat is zo zwaar. Dat gaat een stomme foto worden, hè, mannen. Jij stond hier met een regenfrak aan en hij in de tropen. Ik heb nog een paar puntjes van kritiek, maar daar zullen we het eens apart over hebben. Jij stond er gewoon in een verfrommeld t-shirtje. Ik eet geen boter niet meer. Dat is heel, heel erg. Dat was een kerstman van het zevenste knoopsgat. Hè. Ik heb heel kaal handen. Dat ging niet vooruit. Er stond er een fil. We hebben eigenlijk in fil gestaan van voor ons deur tot om die luchthaven benauw. Ja, die honden mogen alles, hè. En ik mag niks. Nu ben ik wel benieuwd naar het volgende seizoen eigenlijk. Nu zoek je nog ambassadeurs voor 30 dagen zonder klagen. Ik zit hier. Hè. Ja, dat heb ik onthouden. Nee, Geert wil dat met veel plezier doen. 365 dagen zijn we zonder klagen. Ja. Amai, ja, maar jij lijkt me een positief ingesteld mens. Absoluut. Ja,
kunnen geïnteresseerden ergens meer info vinden wat ze nog kunnen doen? Ja, zeker. Op de website www.kiespositief.be. En zoals ik al zei, op de Instagram- en Facebookpagina van de 30 dagen zonder klagen. Het idee is, print de post eraf als geheugensteuntje om telkens de P te maken. Wacht, de P, ik moet er nog op oefenen, want nu doe ik ze in spiegel. Het is de P van print de poster af. Ja, maar ik bedoel, je moet ze dus zo, want het is niet voor jezelf. Je maakt ze voor... Dat is het mooie. Je kan dus, als je gewoon iets gedaan hebt en denkt van... goed, gewoon voor jezelf ook een P maken. Dus voilà. Straks in de coulissen zit Gert heel de tijd. Ja. Ik ben best prots op mezelf. Ja. Nee, maar ik zou toch nog willen zeggen dat om de ernst van de campagne... en ik geef dus ook keynotes en ik kom in bedrijven... en ik zie echt crisis na crisis hoe dat de veerkracht, de mentale... welzijn van de mensen achteruit gaat. Ze volgen elkaar te snel op om te kunnen recupereren. Je kunt jezelf in een soort negatieve spiraal klagen. Hè? Ja, voilà. En dus het is echt wel een serieuze actie, hè, ondanks de naam. We zijn nu ook bezig met een samenwerking met Bond Zonder Naam om dat toch echt het belang van het mentale welzijn te onderstrepen. Dus voilà, ik denk dat je ziet dat die mentale weerbaarheid daalt en daalt. Dus als we allemaal samen... Vanaf maandag gaan we eraan beginnen. Super. Veel succes, Isabel Gonissen. Dank je wel.